préféré. Oui. Ma mère m'a donné le cadre de mon dessin. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgian Gangs. Vandaag zijn we in ons allereerste pretpark van het pretparkseizoen. En vandaag zijn we in Walibi België. Ik zeg vandaag, want Jonas is ook bij van J Coasters. Kijk eens aan, we hebben ook ons abonnement afgehaald, namelijk een platinum abonnement, zodat we alles kunnen volgsteken. Dat is natuurlijk heel handig. Ik ga jullie meenemen naar de updates hier in Walibi. Omdat ik er al vaker ben geweest, ga ik gewoon wat highlights laten zien en nog een hoop andere dingetjes. Dit jaar in Walibi gaan ze ook Silverton gaan openen. Dat is eigenlijk een sidecar XL. Die gaat komen hier ook in Walibi. We gaan een keertje kijken als ze al wat bouwwerkzaamheden kunnen gaan vinden. Wat er trouwens ook is, is dat dit zwembad een hoop upgrades zijn. En natuurlijk moet je rekening houden dat de abonnementen en de prijzen een beetje duurder zijn geworden hier in Walibi. Maar we gaan een keertje rondkijken. Rij voor de rest in het park. En hier zien we iets nieuws. Hier zijn ze vooral aan het bouwen. Je favoriete pretpark krijgt een makeover. We zien ook dat de botsauto's zijn weggehaald. Dus zal Silverton hier komen? Is dat een beetje vreemd vinden vanwege dat... Op de concept art zag het er een beetje eruit alsof het even sterrenachtig ging komen. Dus misschien gaat het hier komen. We zullen ook een keertje een beetje over gaan kijken. Valt niet zo heel veel te zien. Misschien dat Silverton hier gaat komen. Misschien, wie weet. Richting het westerngedeelte lijkt ook een paar dingetjes herschilderd te zijn. En hier tegenover staat een Spirello. En Jonas. Ze hebben dus een Spirello, een vrij grote Spirello vind ik eigenlijk. Want bij de meeste parken is het altijd een kleinere Spirello. Dus deze is een bakje groter. Maar wel leuk, ze hebben er een heel gebiedje van gemaakt. Fijn dat ze dat hebben gedaan. Onze eerste rit voor vandaag. Kom dan. Ah, water. Maar de regen. Oké. Zonder kap dan. Met die banaan. Ik heb niks gezien. Dit ging al goed? Dat ging al goed, hè? Beetje nat, maar. Oh ja, die draai je goed door voor de eerste dag. Ja, dat waren onze allereerste ritjes van vandaag op Konda. Hij reed best wel goed, dus dat is natuurlijk zeer goed voor het begin van het seizoen. En nu gaan we een keertje beetje wat het park rondgaan, wat andere attracties meenemen. En een keertje kijken naar alle updates hier in het park.
Ja. Opzet. Oh, dat is vlot, ik vergeet altijd. Scheet. Sorry, te vet. Is dat niet te vet? De laatste bocht. Oeh, geen kratje. Wat hebben die bijgesteld hier aan? Dit is een beetje vreemd. Hier heb je Tikiwaka. Je kunt er gewoon bij. Ze hebben hier het hek weggehaald. En dit is het oude treinspreintje van vroeger. Zoals je dus kunt zien, zijn ze hier toch iets aan het doen en hebben ze een beetje opslag. Het is wel vreemd. Ja, dat hier gewoon open staat. Dus dat is wel een beetje een vreemd. Want je kunt gewoon bij Tikiwaka. Wat ook opvalt is dat hier verschillende paaltjes bij zijn gekomen. Dus ze zijn hier wat iets aan het doen aan dit stuk van het park. Dat mag ook wel. Want dit is altijd een beetje een dood stuk van het park. Hier heb je dus van vroeger de baan die hier eigenlijk loopt van de hele trein die hier vroeger liep. En ze zijn hier dus iets aan het doen, maar wat? Geen idee. En hier hebben we ook het kindergebied natuurlijk van een Walibi. Ik zie niet heel direct veel veranderingen hier. Misschien een klein beetje wat schilderwerkje, maar voor de rest niet zoveel veranderd. En natuurlijk ook Fun Pilot, die heb je erachter ook nog liggen. En hier hebben we het parkplan. En tada, hier staat Stay Tuned bij de oude botsauto's. Daar zal waarschijnlijk Silverton gaan komen. De nieuwe attractie die dit jaar gaat openen. We zagen daar juist een heel klein beetje de bouwplaats. Er zijn snel een paar beelden, extra beelden. Dus ja, daar gaat hij waarschijnlijk gaan komen. Ja, staat hier toch. En ook het zwembad gaat dit jaar, op het eind van het jaar, eigenlijk vanaf augustus al, volledig dicht voor de grote upgrade waar dat ze al ook aan bezig zijn. Ik ben zelf ook al een keertje in het zwembad geweest. En ik vind het eigenlijk best wel een leuk zwembad, dus ik ga er zeker vast nog een keertje naartoe. En daar een beetje in de verte zie je de verschillende bouwkranen die de verschillende delen al aan het zetten zijn van de glijbanen. Deze morgen zagen we die al een paar dingetjes liften. Dus ja, dan gaat er eigenlijk wat aanpassing komen in het zwembad. Ook enkele vernieuwingen hier aan het heel begin van het park. Deze kraampjes zijn nu echt volwaardige kraampjes geworden bij de carousel. Park heeft het ook heel goed gedaan met bloemetjes allemaal. Ik vind het heel fijn dat ze daar goed aan gedacht hebben. Hier op het begin hebben we ook het zwembad. Je ziet enkele vernieuwingen precies van buiten, dus dat wil ik zeker een keertje gaan bekijken. Maar ook hebben ze het zwembad een paar maanden geleden vernieuwd gehad met de verluchtingsinstallatie. En ik moet je echt zeggen dat het wel heel fijne lucht was binnen. Hier zie je ook de Speedy Pass en ze zijn een pakje duurder geworden. Als je enkel maar de Speedy Wandel doet, betaal je 7 euro. Wil je voor alle rides doen met één keer maar Conda is het 50 euro. Eén keer Conda en Speedy Unlimited is het 100 euro per dag. In de winter, namelijk rond de kerstperiode, zal hier in Walibi ook de volledige ingangszone aangepast worden. We hebben alleen nog maar een paar soort van beelden gezien gehad wat ze eigenlijk gaan doen. Maar de hele ingangszone gaat dus volledig gaan veranderen hier in Walibi. En hopelijk ook de rest van het park. We kunnen normaal gezien ook met ons abonnement binnengaan hier in Walibi voor de winter special. Daar ga ik zeker vast in op wachten. En de Loop Girl of de Weerwolf zijn ze aan het evacueren. Staat ook op de lift. Oh, hij staat ook op de lift zo. Wat? Oh ja, nou dat is dat zo, ja. Dat is minder. Als je het zo... Komt er een keer tussen, godverdomme. Als je bij het Far West gebied binnenkwam, bij de oude concept art, zag je eigenlijk dat hier iets nieuws ging komen. Maar dat gaat dus niet hier zijn, in dit gebied. Het gaat een beetje vreemd zijn dat Silverton daar gaat komen, eigenlijk achter waar de botsauto's waren. Dus op de plaats van de botsauto's gaat dan waarschijnlijk Silverton gaan komen in plaats van hier achter bij het Far West themagebied. Waarschijnlijk gaan ze het een beetje doortrekken
En zal met Halloween het ook een nieuw gedeelte gaan worden? Jonas is wel zijn ijsje aan het smullen. Dus het zal waarschijnlijk ook een heel nieuwe themazone, themagebied gaan worden daar namelijk. Dus dat gaat ook wel een beetje aangepast worden. In het park zie je verschillende vernieuwingen eigenlijk dat ze hebben aangebracht, dus dat was altijd heel fijn om te zien. Ik wil wel een dingetje bij zeggen, want het Franstalig gebied in België heeft andere verlofdagen dan het Nederlandstalig gebied in België. Dus dat betekent eigenlijk vanaf dit jaar dat je een beetje een andere kalender gaat zien als dat je gewoon bent. Dus dat is een beetje aangepast en ook van als je uit Nederland komt moet je een beetje opletten, want de vakantiedagen zijn veranderd ten opzichte van vorige jaren. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. En de bouwwerkzaamheden. Hoi. De Loop Garoula ligt er altijd uit, hè? Inderdaad, ja. Ja, van de auto maar aan. Denk het niet met dat weer. Maar ik ga echt de slecht weer. Wat is de parking? Dat is amper volk. Oh ja. Daarin ziet het heel goed, hè? Ja, inderdaad, ja. Lekker hoog en niet meer zo droog. Hoi. Bremsen. Oh, die gaat. Oh, dat water. Oh, wat een plas. Als je de heel uitgebreide vlog willen zien van voorgaande jaren, raad ik die zeker en vast een keertje aan om die een keertje te gaan bekijken. Want in die vlog laat ik jullie alle details zien van het hele park. En zo zijn we het einde gekomen van dit dagje hier in Walibi, België. Met een paar vernieuwingen die we vandaag hebben gezien in het park. En ik hoop dat jullie dit een heel fijne vlog gevonden. Doe het dan een duimpje omhoog, abonneerknopje en alle rest. En dan zie ik jullie bij een volgend vlogje. Doei!